Vandaag ga ik het hebben over de rol van een sleutelpersoon. Maar wat is nou eigenlijk een sleutelpersoon? En hoe kan je een sleutelpersoon inzetten voor een preventieaanpak in de wijk? Ik zelf als sleutelpersoon ben iemand met een vluchtelingachtergrond. Ik heb zelf heel veel moeten doorstaan, meemaken in het vluchtproces, noem maar op, om te zijn waar ik nu ben. Dat maakt mij een sleutelpersoon omdat ik goed kan inleven in de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En wat doet nou eigenlijk een sleutelpersoon? Een sleutelpersoon die leeft bij wijze van in twee werelden. Die kan zich heel goed inleven en begrijpen vooral waar mensen met een migratieachtergrond bepaalde denkwijzen hebben. Maar ook wat hun behoefte is. En aan de andere kant kennen ze heel goed wat de behoefte ook is hier in Nederland. Zoals we het hebben over stoppen met roken. Iemand met een migratieachtergrond. Voor die persoon is het misschien heel normaal om te roken. Roken in bijzijn van zijn kinderen. Want hij kent niet beter. Maar dan kijk je naar hoe we dat in Nederland doen. En dat is hartstikke ongezond. Het is niet de bedoeling om dat op die manier te doen. Dus als sleutelpersoon ben je eigenlijk een brugfunctie tussen beide culturen. En daarnaast kan je in eigen taal goed uitleggen hoe de waarden en normen hier in Nederland zijn. Hoe we naar bepaalde dingen kijken. En ook de gang weten te vinden naar de hulp die mensen nodig hebben. Die informatie verzamelen en geven aan de professionals, zodat de professional weet, oh, ik moet me hier aanpassen, ik moet mijn vraagstelling bijvoorbeeld heel anders inzetten om de buurt te bereiken. Daar kan ik ze vinden in plaats van hoe we denken dat we, waar we ze kunnen vinden. Ze hebben ook iemand nodig die in hun gelooft, die ze net de kans geeft om de deur voor ze te openen. Want eenmaal als die deur open gaat, ja, dan zijn ze onstoppable. Dat kan ik je zowat garanderen. Ze kunnen heel erg goed in hun kracht staan. Maar ze hebben een bepaald aspect dat het is een cultureel aspect waar ze toch een beetje onderdanig zijn. En niet voor hun beurt willen praten. Maar als er een professional is die zegt, ja, dat moet je wel doen. Ik nodig je uit in de vergaderingen die we hebben. Geef je mening, laat je stem horen. Ja, dan zijn ze echt aan het vlammen. En dat is wat ik vooral de gemeente en de wijken wil vragen om te geloven in deze sleutelpersonen. En niet alleen te kijken naar de cv en de sollicitatiebrief en de spelfouten die bijvoorbeeld erin staan. Maar naar het compleet plaatje. Nodig de persoon uit. Ga in gesprek met die persoon. Kijk waar die zijn kracht vandaan haalt. En voornamelijk, hoe bereikt hij de doelgroep? Want dat is waar we het allemaal voor doen. We hebben de sleutelpersonen nodig om de doelgroep het beste te bereiken. En de preventieaanpak zo goed en breed mogelijk in te zetten.